Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En ik zal heel eerlijk met jullie zijn, ik ben ontzettend druk met ik weet niet hoeveel projecten, met ik weet niet hoeveel dingen die in de toekomst weer naar voren gaan komen. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd op dit moment om erbij te gaan. Ik heb straks alweer de volgende afspraak. Maar ik wil jullie wel wat brengen. Het valt me heel vaak op dat de vraag voorkomt van, joh, laat eens je vondsten zien. En ik heb dat in het verleden wel eens gedaan, maar dat blijft dan toch niet hangen of dat verdwijnt in de grote massa van video's. Dus ik doe het gewoon nog een keer. Ik ga vandaag mijn vondsten laten zien. Klein beetje erover vertellen, klein beetje laten zien. Gewoon wat mooie beelden. En geniet er maar. Ik denk dat dat een leuke oplossing is om toch nog even wat te brengen. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Ik weet nooit zo goed waar ik moet beginnen, omdat ik eigenlijk in deze kast alles heel mooi vind. En je bent geneigd om te beginnen om gouden dingen te pakken en zilveren dingen te pakken en het allermooiste van het mooiste te laten showen. Maar soms zijn dingen met een verhaal erachter ook heel mooi. Dus als ik bijvoorbeeld deze mondharp pak, hè, ja, het ziet er niet heel spectaculair uit en de naald die hier tussen heeft gezeten, die is er ook tussenuit. Maar als je je eigen naald er eens zou indenken, zou verbeelden, een beetje je fantasie erop loslaat, dan is hier een persoon, ik weet niet hoe lang geleden, en die heeft de muziek opgemaakt. Ik weet niet waar, ik weet niet of hij dat in een gezelschap heb gedaan of alleen thuis geoefend heb. Maar het is een muziekinstrument en muziek is emotie. Dus de emotionele lading in dit stukje metaal kan heel hoog zijn. Zo kan je soms naar hele oude gespen kijken. Dit is een prachtige schoengesp van zilver. Met de stempels en alles erin. En die is waarschijnlijk gedragen door iemand die in ieder geval genoeg te verteren had. Anders had je niet zulke mooie gespen aan je schoen. Maar het zijn niet altijd de hele dure en hele mooie bewerkte gespen die een verhaal vertellen. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld naar een gesp zoals deze kijkt, dat de persoon in kwestie eigenlijk ook heel trots was op dit stukje kledingstuk. Terwijl dit veel goedkoper is en was, maar zeker niet minder sierlijk in die tijd. Als we een heel klein stukje opschuiven, ja, dan zie je in principe al heel veel muntjes staan, maar er staat bijvoorbeeld ook een flesje. En dit flesje, dat vertelt eigenlijk ook een verhaal op zich. Dit is een medicijnflesje en daar zitten zinken muntjes in. Die zijn verknipt in de olie met een heel klein kurkje erin. Het verhaal gaat dat in de Tweede Wereldoorlog sommige mensen gebrek aan zink hadden. En door zinken muntjes te verknippen en in de olie te weken en die olie te nuttigen, dachten mensen dat ze de zink konden aanvullen. Uiteindelijk is natuurlijk gebleken dat het helemaal niet waar is. Het is zelfs nog gevaarlijk ook. Maar het vertelt wel een verhaal. En toen ik dit vond, toen dacht ik, waarom zou in godsnaam iemand muntjes verknippen en in een flesje doen? Zal het een spelletje geweest zijn of zal het een ander verhaal vertellen? Nou, gelukkig ben ik erachter gekomen wat het is. En heb ik een verhaal achter dit flesje, maar ja,
Kijk, muntjes zijn natuurlijk altijd leuk, hè? Want daar staat een datum op. Je kan goed zien waar het vandaan komt, wat voor munt het is, wie hem uitgegeven hebt. Er zijn altijd vaste gegevens voor. En als je het zelf niet weet, is er altijd wel iemand op Facebook of op internet of een boek die het wel weet. En als je het helemaal niet weet, kan je altijd nog echte kenners aanschrijven. Zo heb ik hier een middeleeuws muntje. Die heb ik ooit gevonden in Groningen. En ik wist niet wie het was, of wat het was. En op Facebook kwamen we er ook niet uit. En ik heb nog wat kenners gebeld. Uiteindelijk ben ik bij Numis terechtgekomen om de munt aan te melden. En die wisten dat het een flabber was uit Friesland. En uiteindelijk heb je dan toch weer een plekje bij zo'n muntje. Maar ik heb hier letterlijk een fluitje van een cent. Dat is huisslijt. Dat heeft ooit iemand gemaakt. En of het nou een grapje was, weet ik niet. Want ik heb hem nog nooit werkend gekregen. Ik heb erop geblazen, een uurtje. En er kwam geen fluitje uit. Maar dit is een fluitje van een cent. Een letterlijke fluitje van een cent. Nou, vind ik hartstikke leuk. Zijn altijd mensen die vragen, wat is nou je allermooiste vondst? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk, want vondsten met een verhaal kunnen soms voor mij mooier zijn als vondsten in waarde of iets. En toch blijft deze vondst mij altijd heel erg triggeren. Dit is een prachtige filigrijn bros. Ik weet nog precies exact het plekje waar ik hem gevonden heb. Ik weet wie erbij was. Ik weet het geluksgevoel nog. Ja, dit is wel een van mijn pronkstukjes. Gelukkig was het daarbinnen niet mijn enigste kastje, want dan zou het toch wel een beetje schamel zijn. Ik heb een apart kastje voor mijn speelgoed. Speelgoed, dat vind ik echt geweldig. Het is voor kinderen geweest, het is voor kinderen gemaakt. En er zit een bepaalde fantasie in. Er zit een bepaalde speelsigheid in waarmee je je fantasie los kan gaan. En waar je eigenlijk eventjes de werkelijkheid, het echte leven kan verlaten. Hele simpele spelletjes zijn bijvoorbeeld een snorrebot. Deze snorrebot, daar kon je een touwtje doorheen doen. En door hem te draaien en aan het touwtje te trekken, dus aan beide kanten, trok je aan het touwtje. Dan ging deze heel hard ronddraaien. En dat gaf een snorrend geluid. De albekende bikkeltjes. Een stuk of wat zaten er in een spelletje. En die gooide je op en die kon je op een bepaalde manier opvangen. En daar kon je punten mee verdienen. Er zijn verschillende soorten spelletjes van. Dus het is niet één spelregel. Het scheelde ook een beetje in de omgeving waar je was. Dus in het noorden van het land werd het misschien anders gespeeld dan in het zuiden van het land. Maar ze zagen er wel altijd hetzelfde uit. Wat dacht je van de tol? Hoe simpel kan een spelletje zijn? Kun je uren mee bezig zijn, als kind zijnde. Hij doet het gewoon nog. Na zoveel jaar. Leuk. En dan de afdeling waar mijn naam vandaan komt. De Toy Soldier. Het speelgoedsoldaatje. Ja, in alle vormen en maten. Hè. Kijk, de hele grote. Die waren niet zozeer voor de luxe, maar die zijn heel jong. Deze zijn bijvoorbeeld van rond 1900. Terwijl de hele oude, die zijn vaak plat. Die zijn zo plat als een dubbeltje. Dit was ooit een soldaat op een paard. Kijk hoe plat die is. Die zijn veel ouder. En daar heb je zo verschrikkelijk veel voorstellingen van. Tot aan recreërende kanoers. En met een beetje geluk vind je zelfs nog decoraties zoals polletjes gras. En hekjes. Het is niet alleen metaal wat je vindt natuurlijk. Je komt af en toe met graven ook wel eens een flesje tegen.
En met heel veel geluk kom je een stort tegen. En dan kan je dit soort flesjes vinden. Het zijn allemaal medicijnflesjes, deze bovenste laag. Maar het leuke is, er zitten wel eens misbaksels bij ook. Ja, deze heeft natuurlijk eigenlijk weinig leven gehad. Deze is eigenlijk direct bij het afval terechtgekomen. Kijk, zo'n inkpotje is natuurlijk gewoon versierd. En hier zit zelfs nog een hele prachtige rand op. Hier heeft een deksel op gezeten. En het leuke is, deze onderkant is gewoon glad. En er zit een rand op. Maar er heeft waarschijnlijk een gat in het bureau gezeten. En daar heeft hij ingestaan. En dat is tegen het omvallen. En zo kon je een mooie pen erin dopen zonder dat hij omviel. En dat is met deze ook natuurlijk zo. De bovenkant is heel mooi. Maar hij heeft waarschijnlijk in een gat gestaan. En dan heb je alleen dit gedeelte was zichtbaar. En hier zat dan de inkt in. En zo viel die niet om. Maar het leuke is dat je gewoon dingen soms ook een beetje vergeet. En als het dan op Facebook voorbij komt, dan denk je, hé, dat heb ik boven liggen. Die ga ik er even bij pakken. En dan kan je mensen helpen. Wat best wel vaak voorbij komt, zijn bijvoorbeeld deze lepeltjes. Deze lepels zijn eigenlijk gewoon Tennessee lepels. Zijn nooit als lepel gebruikt. Is altijd heeft aan een bordje gehangen. Het waren geloof ik 4 lepels in een setje. En dan vind je er vaak 1. Met een beetje geluk vind je er 2. En door de jaren heen vind je ze misschien compleet, maar het is wel leuk. Dit is eigenlijk een hele kleine rondleiding door mijn vondsten heen. Ja, ik zou er uren over kunnen praten. Maar ik denk dat ik wel een mooie indruk heb kunnen geven van de verzameling die ik door de jaren heen heb verzameld. Natuurlijk willen we natuurlijk ook zien hoe die vondsten gevonden worden. Dus zorg dat je geabonneerd bent op dit kanaal en dan zie je ook hoe ze gevonden worden. Stay tuned. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.